Hallo, ik ben Anne Blok of Johan Blok op Instagram en Facebook. En ik ga een vinyasa les geven. Heel belangrijk vind ik dat je in deze les probeert te voelen. Voel wat dat je lichaam kan, voel wat dat er met je lichaam gebeurt. Voel waar spanningen zitten, voel waar dat je misschien wat meer of wat minder moet stretchen. Zodat je de magie in deze vinyasa echt gaat voelen. Oké, wat heb je nodig? 2 yoga blokjes. En als je geen yoga blokjes hebt, ik heb hier wat boeken samengebonden. Een dekentje er rond dat een beetje zachter is. En zo kun je ook 2 blokjes maken. Zo ongeveer dezelfde verhouding. Dus misschien moet je het even op pauze zetten, wat boekjes bij elkaar binden, want het is toch wel makkelijk om die af en toe te gebruiken. En dan mag je gaan zitten op een yogablok. Misschien heb je een kussen in de buurt, dat hoeft helemaal niet, maar dat mag. Een klein beetje hoger te zitten om te beginnen. Waarom? Als je hoger zit, als die heup hoger is, dan je knieën, is het gemakkelijker om die rug lang te maken. En als je rug lang is, is het makkelijker om daarmee te bewegen. Dus begin rustig. Naar voor. En naar achter. En adem in. Als je naar voren gaat, adem uit. Als je naar achter gaat, misschien doe die ogen even toe. Om meer te voelen. Maar voel als je ademhaling trager gaat. Dan kun je trager bewegen. Je ademt in naar voren en je ademt uit naar achter. En als je trager beweegt, kun je groter bewegen. Dus probeer zo ver als je kunt naar voren te gaan en zo ver als je kunt naar achter te gaan. En voel dat je echt naar voren op je zitbotjes komt en naar achter op je zitbotjes. En misschien kun je niet alleen naar voren en naar achter, maar misschien voel je van, oh, ik wil een beetje schuin naar rechts gaan als ik naar achter ga. En dan wil ik een beetje schuin naar links als ik naar achter ga. En misschien wil je een beetje meer naar rechts of naar links als je naar voren gaat. Dus het maakt niet uit, het moet er helemaal niet hetzelfde uitzien als wat ik aan het doen ben. Voel, misschien heb je wat meer spanning opzij, misschien heb je wat meer spanning van boven in je rug en beneden in je rug. Dus voel waar dat jij plaats wilt maken, spanningen wilt lossen. Golfbewegingen eens maken. Misschien ga je een klein dansje maken. Just feel. En dan ga ik in plaats van voren naar achter opzij. Dan adem ik in als ik naar de ene kant ga. En uit als ik naar de andere kant ga. En ook hier wil ik misschien een beetje schuin naar voren. En schuin naar achter. En dan ga ik schuin naar achter. En schuin naar voren. En nu je dan misschien gevoeld waar je spanningen hebt. Of misschien heb je gevoeld dat je een goede dag hebt vandaag. Whatever. Misschien heb je wel een slechtere dag vandaag, wat ook niet erg is. Dan gaan we steeds meer blokjes gebruiken. Kruis je voeten eens in de andere richting of leg je andere voet voor. En dan probeer even recht te zitten. Dus voel dat je in het midden van je zitbotjes zit. Misschien moet je hier ook even voelen, van naar voren, naar achter, opzij gaan. Zoek het midden van je zitbotjes. Leg je handpalmen naar boven. Pak even tijd om die ademhaling goed te krijgen. Dus we gaan vinyasa yoga doen. Dat wil zeggen dat we ujjayi
ademhaling gaan doen. Dus je trekt je navel naar je rug. En je trekt je navel ver weg van je schaambeen. Je probeert dat daar te houden voor de rest van je vinyasa flow. Dus houd je navel naar binnen, houd je navel op. Span je bekkenbodem. Dus om je bekkenbodem op te spannen, stel je voor dat er een papiertje zit tussen je anus en je genitaliën. En je wilt dat papiertje opfrommelen en omhoog trekken. Dat probeerde ook tijdens je hele flow te doen. Dus dat papiertje opfrommelen en omhoog trekken. Dus je houdt die spanning in je buik. Als je nu met je buik gaat ademen, gaat die spanning weg. Dus hou die spanning en probeer heel zachtjes je ribben open te trekken als je ademt. En trek je ribben open langs opzij, langs voor, langs achter. Dus misschien leg je handen even op je ribben. Houd die spanning in je buik, in je bekkenbodem. En duw zachtjes die ribben tegen je handen. Om zachter en minder intens te ademen, en dat proberen we te doen om meer plaats te kunnen maken, gaan we die keel een beetje toenijpen, alsof dat je fluistert. Of waar dat je kucht. Hier wil je die keel toenijpen. Als je inademt. En als je uitademt. Dus trek je navel in en op, span je bekkenbodem, breng die handen even op je ribben. Doe die keel een beetje toe en ik vind het altijd handig om beter te voelen, om even met je mond open te ademen. Dus adem diep in. En adem diep uit. Adem diep in. Adem diep uit. Adem diep in. Adem diep uit. Voel die ribben open gaan. En vanaf het moment dat je die ademhaling voelt, kun je het juist hetzelfde doen. Ook die keel toenappen met je mond toe. Doe even je ogen toe om te voelen wat je aan het doen bent. Houd je navel in en op als je uitademt. Eender waar je gaat doen, zelfs in je vinyasa flow, probeer die ademhaling zo te houden. Hou die spanning in je buik, in je bekkenbodem. Blijf elke keer als je inademt je ribben goed open te trekken. Blijf elke keer als je inademt echt plaats maken in je lichaam. Als je uitademt, hou die navel in en op, hou die bekkenbodem opgespannen. En probeer elke ademhaling gedurende heel je vinyasa flow 4 tellen te doen. 4. 3, 2, 1 als je inademt en 4, 3, 2, 1 als je uitademt. Vanaf het moment dat je voelt dat die ademhaling een beetje sneller begint te gaan of misschien dat je ademhaling gaat inhouden, dan zit je eigenlijk te veel aan het doen of te ver aan het gaan. Dus probeer die ademhaling te houden. Als je yoga doet, vooral als je alleen yoga doet, als er geen toezicht meer is, buiten jezelf. Oké, dus, hou die ademhaling, 4 tellen, en begin even op je rug en rek je helemaal uit. Maak je even goed lang, trek je mond goed open, check of er nog spanning in je kaken is.
En dan trek rustig je rechterknie naar je rechterschouder. Strek je linkerbeen uit. Bereid je lichaam voor op wat gaat komen. Probeer die Ujjayi-ademhaling ook hier te houden. Vier tellen in, vier tellen uit. En dan leg je armen open. En kom je knie zo ver als je kunt, van rechts naar links. Die rug losmaken, die heup losmaken. En dan hou je knie links. Probeer ze hoger op te trekken. Leg je linkerarm op je been. Probeer of je die linkerschouder meer naar links krijgt. Laat zachtjes je rechterschouder zakken. Hou die Ujjayi-ademhaling. Hou die spanning in je buik, in je bekkenbodem. Hou die keel toe. Adem rustig plaats in je borst tussen die ribben als je inademt. En probeer dieper in je mat te zakken als je uitademt. Kom rustig terug. Trek even je twee knieën op. Masseer je rug. En zet terug je linkervoet op de grond. En breng je rechtervoet op je linkerbeen. Flex je rechtervoet. Dus breng je rechtertenen naar je rechterknie. En dan trek je linkerbeen naar je toe. Misschien pak je been vast aan je scheenbeen. Misschien pak je been vast aan je bovenbeen. Even die heup. Klaarmaken voor wat gaat komen. Voel die Ujjayi-ademhaling. Blijf vier tellen inademen en vier tellen uit. Dus als je die Ujjayi-ademhaling hier niet kunt aanhouden, dan gaat dat zelfs zeker niet lukken. Dus probeer even hier te concentreren terwijl je voelt dat je die heupen klaarmaakt. Die Ujjayi-ademhaling ook. Kunt houden. Dan zet je linkervoet juist achter je zitvlak en laat al je benen naar links zakken. Dus je linkerbeen komt op de grond, je rechtervoet zo komt op de grond. Probeer je linkerknie naar je linkerschouder toe te trekken en dan breng je linkerschouder terug meer naar links. Laat je rechterschouder zakken en breng je linkerhand op je rechterbovenbeen en duw die knie weg. Misschien, als je arm kort is, heb je hier een blokje nodig. Als je mee een blokje duwt, gaat dat misschien makkelijker. Vier tellen inademen, vier tellen uit. Kom naar rustig terug. Hou die linkervoet op de grond. En dan laat nog even je benen naar rechts zakken. Niks doen. Just feel. Thank you.
Oké, kom rustig terug. Strek je rechterbeen uit, trek je linkerknie naar je linkerschouder. Breng je aandacht nog eens terug naar die ujjayi ademhaling. Hou die spanning in je buik, in je bekkenbodem. Adem plaats in je borst, tussen die ribben. Nek je keel een beetje toe om trager en zachter te kunnen ademen. En dan leg je armen open en kom je knie van rechts naar links. Zo ver als je kunt naar rechts, zo ver als je kunt naar links. Je rug losmaken. En dan houd je knie rechts. Breng je rechter schouder meer naar rechts. Breng je rechter arm op je knie. Trek de knie hoger op als je nog kunt. En dan laat de rustige linker schouder zakken. Breng je aandacht naar die ujjayi ademhaling. Bereid je ademhaling voor op je vinyasa flow. Dus de reden waarom dat we in een vinyasa flow die spanning houden in die buik en in die bekkenbodem is om je onderrug te beschermen. Die bovenrug wordt beschermd. Daar zitten je ribben aan vast. Die bovenrug is ook minder flexibel daardoor. Die onderrug wordt minder beschermd. Dus wij gaan die beschermen met een spiercorset te maken. Dus door die navel naar boven, naar binnen toe te trekken. Door spanning te houden in je bekkenbodem. En dan kom je rustig terug. Trek even je twee knieën op, masseert je rug. En dan breng je rechtervoet op de grond. Breng je linkervoet op je rechterbeen. Flex je linkervoet. Dus trek je tenen naar je knie. Dat doe je om je knie te beschermen. En dan pak je rechter scheenbeen. Als dat moeilijk is om dat vast te pakken, pak je rechter bovenbeen. En trek zachtjes je rechterbeen naar je toe. Probeer of je je linkerknie weg kunt duwen. Breng dan je rechtervoet naast juist achter je zitvlak. Laat al je benen naar rechts zakken. Probeer of je die knie nog hoger kunt optrekken. Zet je linkervoet op de grond. Probeer of je die linkerschouder meer naar links krijgt. Dat is je rechterschouder, sorry. Laat je linkerarm zakken en dan breng je rechterhand op je linkerbeen. En probeer die linkerknie naar voren te duwen. Voel die stretch. In je lies, in je rechterflank. Dus ook hier, als je voelt dat je moeilijk aan je been kunt, gebruik een blokje en dan is je arm wel langer. En dan kom je rustig terug.
Masseer je rug. Pak je voeten vast. Kom in happy baby. Dus probeer hier je schouders en je heiligbeen te laten zakken. Dus je maakt hier een lange rug. Je maakt hier plaats in je heup. En laat je voeten rustig zakken. En even die nek stretchen. Kruis je vingers, breng je handen achter je hoofd. En trek rustig je kin naar je borst. Laat je hoofd hangen in je handen. Draai zachtjes je neus meer naar links. En hou je kin naar je borst. En dan draai zachtjes je kin meer naar rechts. Hou je kin naar je borst. Gewoon om even je nek klaar te maken. En kom terug. Hou je nek lang. Laat je hoofd rustig zakken. En trek je knieën op. En dan kom nog even met twee knieën van rechts naar links. En draai je maar op je rechterzij en kom op. Breng je wijsvingers evenwijdig met elkaar. Duw je handen in de grond. Laat je rug zakken als je inademt en duw die rug op als je uitademt. En nog eens adem in, laat je rug zakken. Adem uit, duw die rug op. Adem in, laat je rug zakken. Adem uit, duw die rug op. En dan doe je juist hetzelfde, maar draai je vingers langs buiten naar achter en probeer je pinkjes tegen elkaar te krijgen. Je hebt meer stretch in die onderarmen. Als je die handen ietsje meer naar voren kunt zetten, maar voor veel mensen is dat te veel. Dus voel wat je kunt. Microbuigingen maken in je ellebogen. En terug. Inademen, die rug laten zakken. Uitademen, die rug op. Inademen, die rug laten zakken. Uitademen, die rug op. Twee keer. En dan kom op je tenen. Ik steun hier op mijn vingertoppen, want ik wil hier even niet te hard op mijn handen duwen. En probeer manueel je tenen verder open te krijgen. En dan kom even op je knieën. Ik vind deze helemaal geen toffe oefening. Dus ik gebruik twee blokjes om een klein beetje gewicht in die blokjes te zetten. Maar ik probeer echt wel mijn gewicht in mijn hielen te brengen. Mijn schouders boven mijn heup te houden. En probeer zachtjes die schouders laag te houden. Die schouderbladen dichter bij elkaar laten komen. Voel die stretch in je voetzool, in je tenen. Hou die ujjayi ademhaling, hou die spanning in je buik, in je bekkenbodem. Adem plaats in die borst. Kom er rustig uit. Klap die voeten even los.
Nog één stretch voor onze polsjes. Probeer uw vingers goed open te trekken en uw duimen tegen elkaar te brengen. Ook hier de meeste stretch als je knieën verder weg zijn van je handen. Strek uw armen uit, zo ver als je kunt. Ik krijg die van mij niet helemaal gestrekt, zo ver als je kunt. En again, adem in, laat je rug zakken. En adem uit, doe die rug op. Adem in, laat je rug zakken. Adem uit, doe die rug op. Twee keer, adem in, laat je rug zakken. Adem uit, doe die rug op. Laatste keer, adem in, laat je rug zakken. Adem uit, doe die rug op. En dan kom even terug op je voeten. Misschien blijf je hier. Misschien kom op je vingertoppen en kan je de knieën heffen. Niet iedereen kan de knieën heffen. Probeer. Trek je schouders open. Hou spanning in je buik. En kom er rustig terug. Zet je handen. Wijsvingers evenwijdig met elkaar. Zet je tenen, coming downward facing dog. Dus doen we eerst een downward facing dog is van vandaag. We will wandel die hand om die hond. En dan buig je benen, maak je rug goed lang. Draai die knobbeltjes van je ellebogen naar buiten om je armen niet te overstrekken. Ontspan je hoofd en dan strek je benen helemaal. Hè. Duw die hielen naar achter naar beneden. Trek je rechterbeen op en draai je buik helemaal open naar rechts. Duw je zitbotjes naar achter. Trek je tenen open. Duw op je twee handen even hard. Met adem in, kom hoog op je tenen. Kijk naar je handen. En stap je voet tussen je handen. Trek je knie langs die buik. En als je voet daar niet komt, is niet erg. Pak je vast. Trek je bij, pak je blokjes, strek je achterste been en laat die heup rustig zakken. Duw die voorste knie naar voren, duw die achterste heel naar achter. Kom op je knieën. Kom recht. Ik gebruik die blokjes om mijn bovenlichaam goed recht te houden. Ik probeer mijn schouders nog meer open te trekken. En ik duw zachtjes die voorste knie naar voren. Ik laat die heup rustig zakken. En ik maak rustig plaats. En dan kom ik rustig op. En ik breng mijn duim in die plooi van mijn been. En ik draai, laat mijn hand naar beneden zakken. Dat je je voorste been naar buiten roteert. En dan laat je terug zakken. En je trekt je linkerarm op. Je ontspant je linker schouder. En je komt naar links. Naar rechts, sorry. Je trekt je linkerarm naar rechts. Houd je linker schouder laag. En stretch die linkerkant van je bovenlichaam. Blijf je rechterknie naar voren duwen. Maak plaats in die heup, in je iliopsoas. En dan kom rustig terug. Zet je handen en strek je voorste been. Je mag die blokjes gebruiken. Trek je tenen naar je toe. Duw je zitbotjes naar achter. Voel die stretch. In je hamstring, in je kuit.
rustig in. En vier tellen uit. Zet die blokje meer naar voren. Je hoeft niet met die blokjes te werken. Je moet ook je hand gewoon op je mat zetten. Hou je heup stil. En dan trek rustig je rechterarm naar achter. Ontspan die rechterschouder. Rustig terug. Buig je voorste been. Zet alleen je vingertoppen. Strek je achterste been uit. En dan kom op je handen. Kom in plank. Blijf in plank en kom rustig met twee hielen van rechts naar links. En dan hou die hielen links en trek je rechterarm op. Als dat te veel is voor u, zet dan uw linkerknie op de grond, maar hou die linkervoet aan de buitenkant van je mat. En dan trek je rechterarm over uw hoofd en probeer of je die heup nog hoger op kunt trekken. Adem in. Zet die handen. Adem in. Misschien kom je op je knieën, duw je neus naar voren, hou die ellebogen dicht bij je lichaam. Oké, zet je vingertoppen buiten je mat. Trek je schouders op. Bovenkant voeten in de mat. Hielen een beetje naar buiten. En dan adem in, duw je zo hoog als je goed voelt. Op. Adem uit, hou spanning in die buik als gezakt. Adem in, duw je op. En adem uit. Adem in, duw je op. Adem in. Twee keer. Adem in. Blijf hier. Zet rustig je handen achter. Doe die ellebogen dichter bij elkaar. Adem in. Upward facing dog. Adem uit. Doe eerst die heup omhoog. En kom in downward facing dog. Voel je downward facing dog. Misschien wel even wiebelen. Buig je benen. Maak je rug lang. Ontspan je hoofd. Duw die hielen naar achter, naar beneden. Doe die knobbeltjes van je ellebogen naar buiten. Voel die ademhaling. Trek je linkerbeen op. Draai je buik open. Doe je zitpotjes naar achter. Kom dan hoog op je rechtertenen. Hou je been dicht bij je buik en probeer je voet tussen je handen te zetten zonder je handen te lossen van je mat. Dus misschien raak je er niet, dat is niet erg. Trek je voet dichterbij. Kom op je blokjes of op je vingertoppen. Duw die voorste knie naar voren, duw die achterste heel naar achter. Rustig plaats maken in die heup. Voelen. Ademen. En dan laat rustig je achterste knie zakken. Ik wil die blokjes hier hoger. Een beetje steun heb. Trek mijn schouders naar achter. Ik ga mijn schouders naar beneden.
Duw mijn zitbordjes naar beneden. Ik hou die navel en buik hoog. Duw weer rustig op. Duw een duim in die plooi van je been. En dan laat je hand naar beneden zakken, dat je een uitwaartse rotatie hebt van je voorste been. En dan duw je die knie terug naar voren. Rechterarm op, laat je schouder zakken. Adem in. Stretch je rechterkant van je lichaam. Dus kom je rechterarm naar links. Blijf die knie naar voren duwen. En dan kom je rustig terug. Zet die handen op je blokjes. Strek je voorste been. Trek je tenen naar je toe. Misschien wil je een kussentje onder je knie steken. Als dat beter voelt, moet je dat zeker doen. Trek je tenen naar je toe. Duw je zitvlakken naar achter. Hou spanningen in mijn buik. Ardha Hanumanasana, hou besplit. Hanuman, de apengod, die moest van Indië naar Sri Lanka springen. En daar dat hij zijn benen ver moest openkrijgen om die grote sprong te doen. Dus deze is een hou besplit. Hanumanasana is de volledige split. En dan breng je blokje naar voren. Hou die heup stil en trek je linkerarm naar achter. Probeer nu te voelen. Probeer nu te voelen waar dat je stretch voelt. Ik voel stretch. Mijn ribben. Ik probeer die ribben extra ver open te krijgen. Dan adem in en kom rustig terug. Buig je voorste been. Zet je vingertoppen. Strek je achterste been. Duw die knie naar voren. Duw die achterste heel naar achter. En dan zet je handen wijsvingers evenwijdig met elkaar. Kom terug in plank. Kom rustig met je hielen van rechts naar links. En dan hou je knie heel naar rechts. Breng je linkerarm op, als dat te veel is. Rechterknie op de grond, de rechtervoet aan de buitenkant van je mat. En dan trek je je linkerarm over je hoofd en duw die heup hoger op. Als je een nekpijn doet, kijk naar beneden. Breathe, voel die stretch. Adem plaats. Look happy. En dan adem in. Adem uit. Zet die handen. Kom terug in plank. Hier. Of op je knieën. Duw die neus naar voren als gezakt. En deze keer breng je vingertoppen op je mat. Handen ietsje achter je schouders. Trek je schouders op. Duw je armbogen dichter bij elkaar. Duw de bovenkant van je voeten in de grond. Duw hielen een beetje naar buiten. En adem in. Duw je op. Adem uit en gezakt. Adem in, duw je. Duw je achterhoofd naar achter. Adem uit en gezakt. Hou die heup op je mat. Adem in. Duw de bovenkant van je voeten op de grond. Probeer je knieschijven te liften. Nog twee keer in. En
Nog een keer blijven hier. Zet je handen nu de ellebogen dichter bij elkaar. Misschien is deze je optie. Als je met die heup van de grond komt, moeten je knieschijven van de grond. Upward facing dog. En duw die heup eerst omhoog. Downward facing dog. Great. En dan moet je even op je knieën. En dan kom je in child. Hou die handpalmen op de grond. Je trekt dan je navel naar je rug. Een bocheltje maken van je rug. Je kin naar je borst. Duw die schouders voor je polsen. Laat rustig die heup zakken. En dan trek die navel rustig terug op en duw die zit vlak naar achter. En ga een bocheltje maken van je rug. Laat die heup zakken. En dan duw je terug naar achter. Adem in bocheltje. Op naar cobra. En adem uit. Duw je zit vlak naar achter. Adem in. Voel. En adem uit. Nog twee keer adem in. En adem uit. Nog een keer een bocheltje maken. Duw je op. Zet je tenen. Kom in downward facing dog. Trek je rechterbeen op de radium bij open, buig je been, duw de knie omhoog, duw je zitbordjes naar achter. Kijk onder je linker oksel, ziet je voet komen, flipt je hand. Laat die heup even zakken, rechter tenen, linker buitenkant van je voet en dan adem in. Walting. Adem in. Zet die hand. Zwaai dat been terug op. Breng dat been onder je buik naar links. Breng je linker heel naar rechts. En lift je linker arm. Smile. Adem in. Zet die hand. Zwaai dat been terug op. Kom hoog op je linker tenen en breng je voet tussen je handen. En misschien lukt dat niet, dat is niet erg. Pak je voet vast. Maar ik wil niet dat je die handen hebt. Achterste hiel in de grond. Kom op je vingertoppen en duw nu die poep naar rechts. En voel dat je hier uit je center komt. En dan kom terug met je zitbordjes, duw je zitbordjes naar achter. Goed met twee voeten in de grond duwen. Inadem, duw die poep naar rechts. Voel dat je hier uit je center komt. Uitadem, duw die poep naar achter. In en uit. In, hou die heup laag. En uit. Nog eentje, in. En uit. En hier moeten we zijn. Duw die zitbordjes naar achter. Duw die voeten in de grond. Dus je hebt je handen niet meer nodig. Blijf laag in je voorste been om naar warrior 2 te gaan. En hier, adem in. Kom een klein beetje hoger. Adem uit en duw die knie naar voren. Inademen. Duw die achterste voet goed in de grond. En uitademen. Probeer de buitenkant van die achterste voet in de grond te duwen. Nog twee. Laatste.
hier. Hef uw heel van voor. Hef uw heel van achter. Duw die voorste knie naar voor. Duw die achterste heel naar achter. Voel die beentjes werken. Ah, en dan zit je rustig op de grond en kom in de reverse warrior. En dan trekken we naar de voren. Zet je vingertoppen aan de binnenkant van je been. Als dat niet lukt, gebruik een blokje. Duw je been tegen je arm. En je arm tegen je been. En dan probeer om hier te blijven. Goed met die benen te werken. En misschien kun je de vingertoppen juist van je mat heffen. Maar blijf je been tegen je arm duwen. Blijf je arm tegen je been duwen. Kom met je linkerarm over je hoofd. En probeer of je die buik meer naar boven kunt draaien. Twee ademhalingen. Adem in. Adem uit, kijk naar beneden. Wandel naar links. Draai je heel iets meer naar buiten, je tenen iets meer naar binnen. Adem, je maakt je rug lang. Zet je handen in dezelfde lijn van je voeten. Heiligen. Adem in, maak je rug lang. Adem uit. Probeer je rug zo lang mogelijk te maken. Dus je moet hier blijven, zolang dat je hoofd op de grond blijft, doe je niks. Alleen als je je hoofd op de grond hebt, handen en een hoofd staan in een driehoek. Alleen als je zeker bent dat al je nekwerveltjes gezond en wel zijn, kunnen misschien in een hoofdstand komen. Dat hoeft niet. En zolang als je hoofd niet de grond raakt, dan kom je niet in hoofdstand. Als je in hoofdstand bent, probeer die voeten rustig terug te zetten van waar ze kwamen. En dan adem in. Maak je rug lang. Adem uit. Kom in plank. Adem in, maak je rug lang. Adem uit en duw jezelf naar voren. Kom op met je schouders, draai je hier naar buiten. Kom met die armen naast u. Blijf even hier. Breathe. Adem in, kom een klein beetje hoger. En adem uit en je zegt. Adem in, kom een klein beetje hoger. Adem uit en je zegt. En nog een keer adem in, kom een klein beetje hoger. Zet die handen. Kom in upward facing dog. Doe eerst je heup omhoog, kom in downward facing dog. En dan kom op je knieën. En je mag dat zonder blokje doen. Ik heb hier een raam. Je mag dat voor de muur doen. Wat je doet is, je wijsvingers en je duim rond die een blok zitten. En de bedoeling is dat je handpalmen wel op de grond duwt. Maar dat die handen niet naar binnen kunnen vallen, naar binnen kunnen schuiven. Hou je ellebogen even breed. Als je schouders. Kom in downward facing dog. Op je ellebogen. Wandel je voeten dichterbij. Zwaai nu rechterbeen. Misschien wil de enkel zwaaien. Misschien wil de hopjes maken met je linkerbeen. En misschien blijf je ergens hangen. En dan kun je kiezen. Als je niet ergens tegen de muur staat, wil je misschien je linkerbeen laag houden. Als je kunt. Misschien twee benen omhoog. Breathe. En dan kom je rustig terug. En je komt even in child met je armen naast u. Om je schouders te ontspannen. Hmm.
andere kant. Adem je dat even in je rug zakken. Adem uit, duw de rug op. Zet je tenen. Coming down, facing dog. En vol. Linkerbeen omhoog. Draai je buik open. Buigenbeen, duw die knie omhoog. Kijk onder je rechteraksel. Ziet je voet komen. Flipt je hand. Kom even laag met die heup. Steun op je linkertenen. Op je rechterbuitenkant. Wating. Als je niet pijn doet, kijk naar beneden. Adem in, zet die hand, zwaai de benen omhoog. Breng je linkerbeen onder je buik naar rechts. Breng je rechterhiel naar links en lift. Druk je mijn arm over je hoofd, duw de heup omhoog. Adem in, zet die hand, zwaai dat been terug op. Kom hoog op je rechtertenen, hou die knie dicht bij je buik. Breng je hand tussen je voeten of pak je, pak je voet vast. Breng je voet tussen je handen, excuseer. Achterste hiel, zet je vingertoppen. Duw die poep naar links, voel dat je uit je center komt. En dan duw je zitbotjes terug naar achter. Hou die heup laag. Breathe. En adem uit. Adem in. En adem uit. Twee keer. Adem in. Adem uit. Eén keer. Adem in. Adem uit. Blijf hier. Zie dat je die vingertoppen niet meer nodig hebt. Duw die voeten in de grond. Kom in warrior 2. Zitbotjes naar beneden. Knie naar voren. Duw de buitenkant van je achterste voet in de grond. Adem in. Klein beetje naar boven. Adem uit en gezakt. Adem in, lift. Adem uit. Adem in, lift. Adem uit. Adem in, lift. Adem uit. En nog eentje. Adem uit. Laat die achterste hand zakken. Reverse warrior. Probeer die zitbotjes meer naar beneden te duwen. En daarjuist hebben we de warrior gedaan op onze tenen. Probeer nu die reverse warrior te doen. Op je tenen. Oeps. En laat je zakken. En trek jezelf naar voren. Kom op je vingertoppen. Duw je zitbotjes naar achter. Duw de knie tegen je arm tegen je knie. En dan probeer of je die vingertoppen juist van je mat krijgt. Trek je rechterarm over je hoofd. En probeer of je die buik naar boven kunt draaien. Duw die arm tegen je been, duw je been tegen je arm. Adem in. En we gaan dan naar rechts. Draai je tenen naar binnen, nu hier naar buiten. Adem in, maak je rug lang. Adem uit, zet je handen in dezelfde lijn als je voeten. Adem in, maak je rug lang. Adem uit, laat je hoofd zakken. Probeer die rug zo lang mogelijk te maken. Enkel en alleen als je hoofd de grond raakt. Als je handen in je hoofd in een driehoek staan. Misschien kun je die benen heffen. En misschien kun je benen buigen. En misschien kun je proberen van je voeten dichter naar je hoofd te trekken. Voel eender wat je doet. Die nekwerveltjes moeten happy blijven. En dan als je in hoofdstand staat, probeer zachtjes je voeten te krijgen waar dat ze zijn vertrokken. En dan kom je terug naar voren. Zet je handen en kom back in downward facing dog. Breathe. Deep in.
Deep breath. Deep in. Deep breath. En dan kom in shout. En dan proberen we nog eens. Pincha Majorasana te doen. Dus duim mijn wijsvinger rond uw blok. Duw die handpalmen in de grond. Dus je hoeft niet met twee benen van de grond te komen. Dat is echt helemaal niet belangrijk. Belangrijk is dat je oefent. Je wandelt je voeten naar je blok. Je duwt je schouders terug naar je benen. Je ontspant je hoofd. Je zwaait met links. En misschien kun je kleine hopjes maken met rechts. Misschien blijf je hangen naar de eerste keer. Misschien blijf je hangen naar de tiende keer. Breathe. Breathe. Misschien probeer je benen te buigen. Misschien probeer je voeten naar je hoofd te trekken. Dat hoeft niet. Check it out. Breathe. En kom rustig in chill, breng je warme naast u. Feel alive, feel the magic. En dan kom op je handen en de knieën, zet je tenen, kom back in downward facing dog. Van downward facing dog kom je plank. Van plank duw je schouders voor je polsen. Even in bovenkant van je voeten in de grond, maar je blijft in plank. Die pop is hoog. En dan gaat het rustig zakken. Haal die knieën van de grond. Upward facing dog. En duw die pop terug omhoog. En kom in downward facing dog. Blijf recht met die heup. Trek je rechterbeen op. En probeer op je linker vingertoppen te steunen zonder dat er iets beweegt. Probeer of je die linkerhand kunt heffen zonder dat er iets beweegt. En dan zet die hand terug neer. Dat is gewoon een check-up om te voelen of je alles nog aan het gebruiken bent. Benen, armen, rug, buik. Breng die voet tussen je handen. Misschien gaat dat nu al beter. Achterste hiel in de grond. Ziekbotjes naar achter. Warrior 1. Uit je schouders zakken. Breng je handpalmen tegen elkaar. Breng je handen, armen tegen je achterhoofd. Duw die zitbotjes naar beneden, duw die knie naar voren. Duw je achterhoofd tegen je armen. Hou die schouders laag. Plaats maken als je inademt en dieper gaan als je uitademt. Trek je armen naar voren. Breng je linkerarm over je been, handpalmen samen. En duw die arm tegen je been, trek je buik van je been. Breathe. Adem diep in. Kom dieper in je twist. Duw die achterste voet in de grond. Kijk naar beneden. Duw gewicht op je voorste been. Probeer achterste been te heffen. Zet je linkervoet aan. Schuin achter je rechtervoet en kom in Shiva squat. Sink. Zakken, 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 zakken. En dan laat je armen zakken. En wandel je rechterhand. Voet naar links en je linkervoet naar rechts. Probeer je knieën boven elkaar te krijgen. Probeer je voeten naar achter te trekken naast u. Probeer je twee zitbordjes in de grond te krijgen. Armen open. Rechter elleboog onder uw linker. Misschien handpalmen te samen. Trek je handen omhoog, hou die schouders laag, trek je ellebogen omhoog, laat die zitbotjes zakken. Homukasana. De koeienkop. En
En een koei wil grazen af en toe. Die adem in en kom naar voren. Kijk, kom rustig op. Amai, de zon schijnt. Het is echt hot yoga voor mij vandaag. Super nice. Oké, same same. Aan de andere kant, zet je handen. Kom op de bovenkant van je voeten. Stap op spring of dancing plank. Duw die schouders terug naar voren. En dan eerst je andere voet. Bovenkant op de grond. Hou die heup hoog. En dan laat die heup rustig zakken. Upward facing dog. Duw met de bovenkant van je voeten. Duw pop omhoog. Downward facing dog. Hou die heup recht. Trek je linkerbeen op. Dus om te voelen dat alles goed voelt. Dat je alles aan het gebruiken bent. Check eerst. Zet je linkerhand in de grond aan het duwen. Check. Zet je rechterhand in de grond aan het duwen. Check. Zet je rechter heel naar achter aan het duwen. Check. Is jullie linkerbeen actief. Kom op je rechtervingertoppen. Laat je buik werken. Breathe. Zet die hand. Kom hoog op je rechtertenen. Hou die knie dicht bij je buik. Hou die handen plat op de grond. Achterste heel. Duw die zitbotjes naar achter. Waar hier één. Deze keer. Armen open. Handen boven je ellebogen. Schouders laag. Adem in. En duw die ellebogen naar voren en trek je handen naar achter. Plaats maken als je inademt, dieper gaan als je uitademt. Je neus niet te hoog, kijk naar boven, maar die neus niet te hoog. Duw die knie naar voren en dan trek je armen naar voren. Breng je rechterarm op je linkerbeen, handpalmen te samen. Trek je buik weg van je benen. Duw die achterste voet in de grond. Trek die navel van je been. Nog altijd vier ademhalingen, even lang. Even goed, even mooi als in het begin van de les. Adem in. Kijk naar beneden. Duw je gewicht naar voren. Heb je achterste been. Goed. Breathe. Breng je rechtervoet schuin achter je linker. Je knieën hangen in elkaar. Kom in Shiva squat. Laat die heup zakken. Laat die armen zakken. Wandel je rechtervoet naar links en je linkervoet naar rechts. Knieën boven elkaar. Voeten naast u. Laat je zitbotjes zakken. Armen open. Linker elleboog onder uw rechter. Als je kunt, handpalmen samen. Laat je schouders zakken. En probeer eerst uw ellebogen naar boven te duwen. Adem in en kom rustig over uw benen naar voren.
rustig op. Zet je handen. Bovenkant voeten in de grond. Wandel of spring of dans naar achter. Duw die schouders terug naar voren. Even rijden. Bovenkant voet in de grond. Het is een andere manier. Schoudervriendelijke manier. Om in die upward facing dog te komen. Breathe. Span je hoofd. En dan adem in. Buig je benen als gaat. Adem te stap of spring. Juist voor je handen. Je voeten aan de buitenkant van je mat. Probeer of je die voet iets rechter kunt draaien. En kom in yoga squat. Blijf in je yoga squat. Duw die knieën uit elkaar. Breathe. Hot yoga today. Oké, van yoga squat. Kom rustig op je rug. Je hebt een beetje misschien een blokje nodig. Misschien ook niet. Rol rustig af, werveltje per werveltje naar beneden. En ik begin graag met een blokje, om dan naar full wheel te gaan. Dus, dat doe je, je zet je voeten op de grond, je heft je heup. Je brengt je blokje onder je heilige. Je werkt haar hoofd in de grond, wandel je schouders dichter bij elkaar. Ik kan juist mijn hielen tikken en dan kan ik ook voelen dat mijn voeten even breed zijn als mijn heup. Mijn tenen recht naar voren wijzen. Een paar ademhalingen hier. Dus deze is goed genoeg. Maar ik vind het leuk om van hier naar full wheel te gaan. Als je dat wilt doen, breng je handen naast je hoofd. Steek je haar weg. Vingers wijzen in de richting van je tenen. Duw die ellebogen dichter bij elkaar. Duw die voeten in de grond. En kom eerst in een inademhaling op het topje van je hoofd. Adem in. We kunnen misschien nog iets veranderen en in een volgende inademhaling duw je op. En dan probeer je schouders weg te duwen van je voeten. Duw keihard met je voeten in de grond, zo hard als je kunt. Span je hoofd. En dan niet vergeten dat er nog een blokje staat. Zet dat blokje terug onder je heiligbeen. Voel je hart. Beste borstopener ever. En dan moet je hier terug blijven liggen. Maar ik ga voor 3 full wheels. Mijn rechtervoet dichter in het midden en ik geef mijn linkerbeen. Kin naar je borst om te zakken. Zet je blokje terug hoor. Feel alive, feel the magic. En dan moet je hier nog altijd blijven liggen. Ik ga voor een derde full wheel. Ah, linkerbeen.
dan kom ik terug, ik in mijn borst. En nu wil ik mijn blokje lager. En naar mijn heilige been. Wil ik mijn knieën dicht aan elkaar laten zakken. Zie dat je nekwerveltjes lang zijn. En dan wil ik even met mijn benen recht omhoog. En dan laat ik mijn benen rustig dieper zakken. Blijf mijn gewicht op mijn blokje. En breng mijn benen naar mijn buik. Dit is de vrije varianten op de ploeg. Dus je mag hier blijven. Als je graag de kaars doet, doe dat alleen als je nekwerveltjes goed zijn. En je moet altijd zien dat je plaats houdt onder je nekheer. Dus als je voelt, als je weet dat je nekwerveltjes niet helemaal gezond zijn, dan blijf je hier. Als je kaars wilt doen. Ik begin met mijn schouders dichter bij elkaar te brengen. Breng mijn benen dichterbij. Ik wandel mijn ellebogen dicht bij elkaar. Misschien breng je recht omhoog. Misschien voel jij jezelf beter als je benen iets meer naar je buik laat zakken. Voel wat jij kunt doen. Er is een gatje tussen onder mijn nek. Mijn gewicht is op mijn schouders, vandaar dat dat schouderstand noemt. Hou je benen actief. En dan vind ik het leuk om benen open te doen en van mijn rechterbeen naar links te draaien. Dan is mijn gewicht op mijn rechterhand. En dan kan ik mijn rechterbeen misschien met mijn linkerhand nog iets meer naar links krijgen. Doe het alleen als het goed voelt in je nek. Als je op je blokjes ligt en je blijft op je blokje, kun je ook dezelfde variant met je benen doen zonder van je blokje te komen. Zie dat eerst je gewicht op je linkerhand is voordat je rechterarm hebt. Je benen recht omhoog. Dan buig je benen. En probeer, misschien eerst je benen gestrekt, maar probeer je knieën naar je oren te krijgen. Niet iedereen kan dat, bij mij lukt dat niet. Maar je probeert. Dus ik duw mijn knieën tegen mijn slapen. In plaats van tegen mijn oren. Ik voel me beter met mijn handen hier. Sommige mensen voelen zich beter met die handen op de grond. Misschien zachtjes aan de zijkanten van je mat trekken. Doe mijn blokje nou weg. Dat is even te veel. Als je dat voelt, dan kom je terug. Breng dan je armen op je mat, steun op je handen, duw op je handen, wervel. Belangrijk is dat je traag, wervel per wervel, terug op je mat komt. En dan laat je voeten zakken. Als je op een blokje laag, breng je voeten op de grond, duw je rustig van je blokje, doe dat blokje weg, rol af. Thank you.
Trek je knieën op en de laatste inspanning. Duw je naar voren. Breng je voetzolen dicht bij elkaar. Breng je handen naar je voeten. Breng je ellebogen dicht bij elkaar. En probeer je neus naar voren te trekken. Je mag dichterbij komen met je heup. Je mag je voeten dichterbij brengen of niet. Trek je neus naar voren. Probeer je voeten te openen als een boek. En dan kom rustig in Shavasana. Misschien wil de blokjes onder de knieën. Blokjes onder mijn knieën, onder mijn bovenbenen, ik heb beter mijn rug op de grond. Pak mijn hoofd even vast, nek weer rotjes lang. Blijf in je Shavasana tot al je zweet is opgedroogd. Of blijf in Shavasana tot het gevoel dat je tot rust bent gekomen. Shavasana is even belangrijk als elke andere pose. Zorg ervoor dat alles kan inwerken. Het lichaam kan bekomen van alles wat er is gebeurd, want je hebt gewerkt op je organen. Buiten het feit dat je plaats hebt gemaakt, dat je je spieren langer hebt gemaakt, dat je op je kracht hebt gewerkt, je hebt ook op je organen gewerkt, op je meridiaan. Er is echt superveel gebeurd. Shavasana zorgt ervoor dat je sneller recupereert en dat alles beter kan inwerken. Je hoeft niet meer ujjayi ademhaling te doen, dus je buik mag ontspannen, je bekkenbodem mag ontspannen. Probeer dieper in je mat te zakken. Voel wat er allemaal de grond of een blokje raakt. Dat zijn je hielen, je bovenbenen, je heiligbeen, je ellebogen, je handen, je schouders, je achterhoofd. Probeer dat zwaar te maken en diep in je mat te laten zakken. En dan check dat je mond ontspannen is, je kaken. Je tong ligt ontspannen op je, in je mond. Je tanden zijn een beetje uit elkaar en je tong ligt op je gehemelte juist voor je voorste tanden. Ik ben
Dus je moet hier veel langer blijven liggen. Als je s'avonds je practice doet, kun je langer blijven liggen in Shavasana. Als je s'morgens je practice doet, dan blijf je niet te lang liggen, want anders heb je meer moeite om terug wakker te worden. Ik ga hier afsluiten, maar feel free om nog even te blijven liggen. En als je afslaat, beweeg eerst je vingers, beweeg je tenen. Breng alles rustig terug tot leven. Hou die blokjes nog onder de benen. Onder je benen en rek je helemaal uit. Dus je boek komt even van de grond. Trek je tenen open. Geef het goed. Trek je mond goed open. En dan trek je rustig je knieën naar je buik. Wiebel van rechts naar links. En dan laat je knieën zakken naar links. Oh, wat er gebeurd is. Hier ben ik altijd super dankbaar dat ik dit kan doen en mag doen en wil doen. Breng je knieën naar rechts. En dan draai je maar op je rechterzij en je hoofd op je arm. En dan zet je hand en duw je rustig op. Dankjewel om hierbij te zijn. Dankjewel om tijd te pakken voor jezelf. Om mijn lid te volgen. En dan kom je handen naar de derde oog. Kom met je handen naar je hart. Dat je helemaal open is. Namaste. Thank you.